Was het nog leuk, je verjaardag? Vergeet Duitsland niet, hè, want die moeten meer gegevens hebben over Dubai. Dubai belde net. Ja? Als het bouwdepot niet wordt aangevuld, dan kunnen ze niet verder. Oh, maak onmiddellijk een afspraak met de bank. Vanmiddag nog? Ja, absoluut. Kom jongens, move. Ik heb deze ruimte nodig. Okay. Alweer? Ja, alweer. Remco, heb je even? Ga zitten. We gaan kapot, Remco. We gaan kapot. Fred heeft zojuist de kwartaalcijfers teruggekregen. Cijfers? Wat heb ik aan cijfers? We zijn met projecten bezig. Ja, met projecten. Visie. Jij met je visie. Man, het loopt hier straks hartstikke fout. Dubai veert terug. Dubai is een catastrofe. Ja? Nee, ik heb vanmiddag een afspraak met de banken. Die laten ons heus niet vallen. Daar zijn we te groot voor. Wanneer haal jij die kop van je nou eens uit het zand, man? Je hebt het verkloot. Totaal verkloot. Nou moet je wel even oppassen, Wim. Jij moet uitkijken. En zit de stoel lekker? We hebben een bod gekregen. Hoezo een bod? Wat bod? Akian, Capital Investments. Nooit van gehoord. Jongens, ik heb hier geen tijd voor. Remco, even. Even één momentje, alsjeblieft. Wim? Het zijn Chinezen. Dat is een grote partij. We zoeken een uitvalsbasis hier in Europa. En dit is het bedrag wat ze willen betalen. Cash? Nou, zullen we zeggen, once in a lifetime. Jij en Ineke, jullie helft. En wij die van ons. Jullie lopen gewoon achter mijn rug om te dealen. Ja, jij had wel wat anders in je hoofd. Kutsoes. Jullie zijn hier al lang mee bezig. We hadden geen keus. Ik moest erop instorten. Nou, laat dat dan maar instorten. Met jullie erbij. Er wordt hier helemaal niets verkocht. Ik heb een afspraak met de bank. Oké. Hij reageert zoals verwacht. Het belangrijkste is dat hij snel tekent, ja? Dit moet vandaag rondkomen. Het is noods een intentieverklaring. Waarom zo'n haast? Dat voorschot kan niet meer terug. Een afspraak gemaakt met Akian. Mijn kop rolt. Het dient te worden nagekomen. Oké. We hebben de wortel geprobeerd, dan wordt het nu tijd voor de stok. Maar dan is er ook geen weg meer terug daarna. Zeker weten? Moet je iets bekennen, Remco? Ik heb gisteren een beetje tegen je gejokt. Waarover? Over die stralende prins. Akihito Ko, die bestaat niet. Had Wim verzonnen, vond hij geestig. Het is van jou, Remco. Dat verzin je. We kunnen het wel even laten testen. Dat is een fluitje van een cent, hoor. Maar je herinnert je het je toch nog wel? Niemand hoeft hier iets van te weten, Remco. Ineke hoeft dit niet te merken. Niemand wil jouw huwelijk kapot maken. Ik ben zelf veel te veel gesteld op Ineke. We kunnen dit netjes afhandelen. Nadja vliegt volgende week terug naar Japan. En jij hoort nooit ergens meer iets van. Wel echt heel jammer dat hij zijn vader nooit zou leren kennen. Echt heel jammer. Neuk jij nou met haar? Nee, joh, gekkie. Nee. Wim en ik zijn gewoon partners.
Jongens, dit is niet zo netjes, hè? Dit is, dit is chantage. Dit is pure chantage. Noem het zoals je wilt, Fred. Ik zie het meer als een zakelijke transactie. Remco gaat akkoord met de deal. Nadja vliegt naar Japan. En Ineke blijft overal buiten. Veel succes. Morgen wil ik weten of we Chinees kunnen bestellen. Wat? Ja, sorry Rem, ik wist van niks. Ik wist niks van Nadja. Interessante groep. Akian. Goeie partij. De eerste tranche is overgemaakt naar jouw eurorekening in Japan. En de rest volgt als de deal rond is. Weet je, Wim? Hm? Ik had het ook voor niets gedaan. Werkelijk? Ja. Ik vond het echt geweldig om Remco zo te zien. Het was net een konijn in de koplampen. Wat ik ooit in die man gezien heb? Ja, geen idee. Die man die behandelt vrouwen als tissues. Dat had ik je van tevoren ook wel kunnen zeggen. Bij mij heb je geen tissue nodig.